Het Filosofisch Quintet. Gabi weet raad. Gabi, welkom. Dankjewel. Er zijn er heel veel films voorbij geschoten vanavond. Ik heb ze niet geteld, maar het waren er een stuk of vier of vijf. De vraag die jij gaat beantwoorden met een film dadelijk. Eerst even de vraag. Ja, de vraag is heel simpel. Hoe kun je ethisch leven? Heel simpel. God, nog aan toe. Noem dat maar simpel, zeg. Dat is ingewikkelder dan die tweetvraag hoor, die ik net voorlas. Hoe kun je ethisch leven? Nou, ik heb al het afleggen van de eed gehoord vanavond. En het is inderdaad, het heeft een religieuze dimensie. En er zit ook iets achter. Maar in het beantwoorden van deze vraag moest ik denken aan twee beroemde eervolle mannen uit verschillende verhalen. De eerste man is gangster Carlito Brigante. En de tweede man is strafrechtadvocaat Atticus Finch. En zij worden verenigd door één ding. En dat is dat ze te maken hebben met ingrijpende veranderingen in hun wereld. Beide verhalen, het gaat om Brian De Palma's film Carlito's Way uit 1993. Die zich overigens afspeelt in de jaren 80, 87. En Harper Lee's roman To Kill a Mockingbird, jaren 60. En ook de film die na deze roman is gemaakt. Beide personages komen op een bepaalde manier onder druk te staan, doordat die maatschappij constante veranderingen, de maatschappij staat nooit stil. Voor hen is het eergevoel op het spel. En dat eergevoel heeft te maken met integriteit. En het is iets waar zonder beide hoofdfiguren niet kunnen leven. Het gaat om een religie. Een way of life. Nou ja, om eervol te leven is eigenlijk niet zo moeilijk, laten deze verhalen zien. Wie privé en professioneel goed wil leven, houdt zich vrijwillig aan duidelijke regels van ethiek en moraal, gecreëerd en geaccepteerd door de maatschappij. Het probleem komt als dat leven een anachronisme wordt, als de wereld om je heen onherkenbaar verandert en die conventies van jouw manier van leven voor je ogen instorten. Ik refereer even aan de mooiste scène in Richard Mulligan's verfilming van Harper Lee's roman. Dat is wanneer die advocaat Atticus Finch, gespeeld door Gregory Peck, zijn cliënt, dat is een zwarte man, in het stadje in het Amerikaanse zijde verdedigt, die ten onrechte van verkrachting wordt beschuldigd. Als Atticus Finch advocaat zijn cliënt tegen een mob beschermt die het recht in eigen handen wil nemen. Nou ja, in deze scène is Atticus de ultieme gedroomde ethische en morele held. Hij is een intellectueel die zijn menselijkheid behoudt door simpelweg zijn werk te doen. Op een avond, in deze scène neemt Atticus namelijk een leeslamp en een boek van huis en dan gaat hij zitten op de veranda voor de gevangenis waar zijn cliënt Tom slaapt. Het is een extreme situatie, maar wat hij doet, hij vertegenwoordigt zijn cliënt. De hele nacht waakt Atticus daar, hij wijkt voor niemand. Ook niet voor de boze witte mannen die komen om Tom, de zwarte man, op te hangen. Atticus Finch is dus een icoon van ethiek en moraal. Hij is een verpersoonlijking van eer en geweten. En zijn karakter resoneert in dat van de Puerto Ricaan Carlito, gespeeld door Al Pacino. Dat is een gangster. Hoe kan het ook anders? Ja. Carlito komt na een jarenlange gevangenisstraf op Rikers Island vervroegd vrij. Tegenover de rechter zegt hij herboren te zijn. Terug op de straten van zijn verleden is alles nieuw. Te nieuw, want die oude codes die hij altijd heeft nageleefd, de kern van zijn leven hebben gevormd, zijn nu verdwenen. Eer valt niet meer te behalen door achterhaalde denkbeelden erop na te houden over respect en vriendschap. Eer is nu alleen mogelijk door zoveel mogelijk geld te verdienen en vooral je vrienden bij het minste of geringste te laten vallen. Carlito belandt dus in een omgekeerde wereld. Hij leeft als een man die uit zijn tijd is gestapt. Zijn advocaat, Davy Kleinfeld, gespeeld door Sean Penn, is daarentegen iemand die constant zijn vinger op de pols heeft. Hij neemt geld van gangsters aan, zit aan de drugs en in een ultieme bevestiging van zijn verrotte ziel werkt hij eraan mee een beruchte boef uit Rikers Island te bevrijden. Carlito, zijn boezemvriend, staat versteld en hij zegt het volgende: wat is met jou aan de hand, Dave? Je bent verdomme een advocaat. Hier ben ik een clip van. I had to do it. You never would let me live.
I know, you're pissed. Look, I'm gonna throw in another 10 grand. I'm gonna send over the whole 60 in cash tomorrow, all right? I got this whole thing figured out. It's gonna look like the kid tried to spring the old man, the boat flipped, they drowned. Maybe they got their head split by a scow or barge or something, just for good measure. Come on. Carlito, this is never gonna come back to us, trust me. You ripped him off, didn't you? Who? Tony T, you did take the $1 million, didn't you? Gangster now. You on the other side. Whole new ball game. You can't learn about it in school, and you can't have a late start. Don't worry about me. One more thing. Wave. Let's get a drink. Sit! We're even. Ja, hij bedoelt, we schulden elkaar niets meer. Maar hij bedoelt ook eigenlijk, je bent zo slecht, Pacino, de gangster, zegt tegen de advocaat, je bent zo slecht, ik kan mij niet meer jouw wereld voorstellen. We zijn klaar. Maar cruciaal is dat zowel Kleinfeld als Carlito slachtoffer zijn. Kleinfeld, de advocaat, hij is niet opgewassen tegen de verleiding van macht en geld. Hij heeft een diepe menselijkheid tegen de cultuur van excess. Carlito, omdat hij niets meer heeft aan deze oude codes van eer en geweten die de beroepsethiek van de gangster bepalen en die veel meer waard zijn in deze film dan de ethiek van de advocaat. Als Carlito's Way ons iets leert, dan is dat je zonder die beroepsethiek verloren bent in een constant veranderende, vijandige wereld. Maar de tragiek is dat je ook met die code loopt het slecht af voor je, zoals Carlito laat zien. Pessimistische boodschap is het, maar wel een die misschien ontzettend realistisch is. Blijft de vraag hoe Atticus Finch dan overeind blijft. Is dat dan mogelijk? Ja, en de film blijft hij overeind, maar vergeleken met de gangster in onze tijd of met de advocaat in onze tijd die zich verandert in een gangster, nee, dat is totaal onmogelijk. En daarom is het misschien waar wat Aaron Groenberg vanochtend op televisie heeft gezegd, dat je niet met een te rooskleurige mensbeeld kan rondlopen. Dat idealisme ook tot onderdrukking kan leiden. Daarom is het... Wanneer hoorde je dat? Interessant om na te denken over Carlito als een meer na te streven personage als Atticus Finch vanochtend op Buitenhof. Heeft Groenberg dat gezegd en ik moest heel erg denken aan de vraag van vanavond. Want het is nuanceert zo'n droombeeld over de ultieme manier om ethisch en eervol te leven. Dat blijft een droombeeld. Dus het is misschien beter om je te realiseren dat niet te rooskleurige mensbeeld misschien meer relevant is. Ik zie ze allemaal popelen om iets te zeggen. Wie wil hier heel kort iets op zeggen? Nou ja, toch meteen. Ik vind het een prachtige film, maar ik reageer nu even toch op je laatste afsluiting. Ik bedoel, het is natuurlijk ook mogelijk om zo'n uitspraak, een niet te rooskleurig mensbeeld, om daarmee eigenlijk het probleem te miskennen. Dus door namelijk te zeggen van moest kijken, idealisme leidt ook tot... Tot kijk wat er in dus de laten we maar gebeurt, niks doen. Dus laten we maar niks doen. En daarmee doordenk je niet meer datgene waar het over gaat. Dus het gaat niet om het een of het ander. Je moet wel degelijk, denk ik, het probleem onder ogen komen. En dit is, denk ik, het is spannend om te zien. Binnen het postmodernisme is die term van hybride persoonlijkheid ook opgekomen. En dat is, je zou kunnen zeggen, dit is een soort praktische variant van de hybride persoonlijkheid. Dus dat al die grenzen inderdaad door elkaar heen gaan lopen. Geen vaste identiteiten meer zijn. En ik heb dat heeft dus ook een bepaalde grimmigheid. En dat zie je dus hier ook. Dus een onduidelijkheid eigenlijk over wie je bent en in wat voor domein je bevindt en wat je nou eigenlijk echt voorstelt en bezielt. En dat is volgens mij wat heel spannend is aan dit thema en ook heel terecht overigens. Dus dat goed, dus even eerste reactie. Ja, denken jullie ook dat iemand die zegt, ja, je moet daar niet, ook weer niet te moeilijk over doen en al te rooskleurig over nadenken, dat te makkelijk is? Ik denk dat het niks met een mensbeeld te maken heeft.
Want dat is niet zo interessant. Maar mensen, wat bedoel je nou? Nou ja, ik sluit wel aan bij Ad. Als ik bijvoorbeeld ga zeggen dat A, wij doen het over het algemeen vrij redelijk. En B... Wij mensen bedoel je? Of? Ja, in moreel opzicht. De meeste mensen doen het vrij redelijk. Dus je hoeft er helemaal niet negatief... Sorry. Ja, je gaat weer achterover. Je hoeft er helemaal niet negatief over te doen. Maar er komt... Maar er is iets belangrijkers. Kijk, wij worden voortdurend geconfronteerd met botsende moraliteiten. He, dus het gezin eist dit van ons en het werk eist zus van ons en dergelijke meer. En dat kan wel eens heel lastig zijn. Ik ben zelf erg geïnteresseerd in het verschijnsel van klokkenluiden, whistleblowing en dergelijke. Daar zie je dat heel duidelijk. Dan zo'n figuur die dat uit naam van het algemeen belang dus ietsjes aanzwengelt. Die wordt alom geprezen, maar de familie is er vaak niet blij mee. Om het maar zo te zeggen. En dat maakt de zaak heel moeilijk. Het gaat volgens mij inderdaad om het begrijpen van moreel gedrag en het begrijpen van de situaties waarin het soms verkeerd gaat of soms wel goed gaat, wat de omstandigheden zijn daarin. En zo'n soort quasi-filosofische stoplap van laten we maar niet te veel van de mensen verwachten, dat helpt ons helemaal niks. Nou ja, we hebben het nu over Groenberg. En ik noemde om het hele... Nou nee, we hebben dit, dat is niet... Nee, maar, is wel maar, wat, ik net, wat ik net hier hoorde is, vind ik wel relevant, en dat is dat wij het helemaal niet zo slecht doen. Want we houden vaak die Atticus Finch voor als het ultieme voorbeeld van ethiek. Dus dat bereiken we nooit. Dat is onmogelijk. Die film biedt een droombeeld, idealistisch droombeeld. Mm. Maar Carlito, die is herkenbaar. Dus een gangster. Hij doet maar wat. Mm. Hij leeft maar wat. Maar hij heeft wel beginsels. Dit is een geweldige cliffhanger, Rad. Die laten we even zo... We blijven even aan deze cliff hangen. Dankzij jou, Gabi, dat we het nog niet zo slecht doen. Nou, dat wil ik dan nog wel eens zien.